Mijn naam is Vershow Bangers. Dit is In The Cut. En ik zit hier met de legendarische Campy. Oh, moet ik eens doen? Oeh, why you putting lies on me? Soms denken niggas steeds aan suicide, homie. Word ik wakker, voel ik om in slechte vibes, homie. Allah subhanallah. Die boys van Poena zeggen tegen me van... Ai, we hebben Campy gestrikt voor de In The Cut. Ik zeg, ai, we gaan dus naar Eindhoven. Ze zeggen, nee, hij wil heel graag in Rotterdam tapen. Waarom is dat? Voor de mensen die mij echt kennen, weten dat ik al vanaf jong hier was. Mm-hmm. Dus vanaf het moment dat ik doorbrak, was ik al gelijk hier te vinden. Hier heb ik de moeder van mijn kinderen ontmoet. Mijn kinderen wonen hier. Ik heb hier ook veel gewoond. Ik ken veel mensen hier. Vanaf vroeger haalde ik al met tweeling en beer drugs hier. Mijn eerste koningsketting haalde ik op Kruiskade hier gewoon bij Go To Me Lobby. Dus ik heb een hele geschiedenis met Rotterdam, man. Mm. Ik hou van Rotterdam. Ik vind Rotterdam de mooiste stad van Nederland, de beste stad ook van Nederland. Qua multiculturaliteit en gewoon die vibe. Dat is een goede vibe hier zo. Ja? Mm. Woon je nu nog hier of? Ik ben twee kanten, man. Ik ben in Alkmaar en ik ben in Rotterdam. Alkmaar en Rotterdam? Ja. Helemaal geen Eindhoven meer? Ja, lang niet meer, man. Vaak mensen zeggen Eindhoven. Ik woon eigenlijk praktisch al niet meer sinds ik 19 was. En toen ik jong was, zat ik vaak in internaten, gevangenissen, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Ik heb het eigenlijk gewoon altijd gerepresent, omdat gewoon het hoorde bij die rapcultuur, toch? Ja, ja, ja. Waar je vandaan komt, represent je gewoon. En dat heb ik gewoon altijd gedaan. Maar vanaf het moment dat ik beroemd werd, ben ik gelijk weggegaan, man. Dit is de stad waar ik eigenlijk wou zijn. Hier was winnen en zo, Vice. Weet je, ik was jong, veel chimites, weet je. Ik was fucking populair hier in Rotterdam, dus ik was altijd hier, man. Oké, dat wist ik niet, man. Ik wist niet dat je zo lang niet meer in Eindhoven woont. Ja, man. Ja, man. Oké. Okay. Ik heb ook hele geschiedenis met Hoogvliet en zo, en Vic en al die niggas. Je weet toch, van way, way back, man. Ja. Je weet toch, ik was ook in Hoogvliet voordat Hef was, man. Zet ik de boel daarop stelde gewoon door langs te komen daar. Boys trekken hun scooters en zo, dit en dat. Dus ik heb een hele, hele geschiedenis met Rotterdam, man. Ja, man. Mm. Waarom die titel? En hoe spreek je het uit? Ompie Kikker. Kikker, oké. Okay. Ja, ik dacht Kiki. Nee, dat is mijn oom. Mm-hmm. Is de vader van Jermaine Niffer. Oké, okay. Shit. Yeah. Ik moest dat doen, man. Hij was een van mijn grootste fans. Hij was altijd supportive. Mm-hmm. Weet je, had een zwaar leven achter de rug. Maar ik hield van hem. En de reden waarom ik het heb gedaan is omdat we waren altijd heel moeilijk in de familie. Het zwarte schapen, dus we waren niet echt allemaal close met elkaar. Qua familieleden, tantes, ooms en whatever. En hij was gewoon denk ik iedereen zijn favoriete oom, period. Ja, want hij is overleden. Mm-hmm. En de tijd dat hij was overleden, zat jij vast. Ja, klopt. Je hebt alles eraan gedaan om verlof te krijgen, het is niet gelukt, toch? Nee, wat is gebeurd? Ik had verlof. Mm-hmm. Maar hij was in het ziekenhuis in België. Ja. En de dag dat ik kon naar hem toe gaan, maar iedereen zegt tegen mijn moeder, zegt mij, nee, niet gaan, je mag niet in het buitenland, dit en dat, dadelijk word je gearresteerd, je bent of je verlof, kijk, je was mijn eerste verlof. Mm-hmm. Dus we hadden dat niet gedaan. Vervolgens, ik ga terug naar binnen. Voordat ik binnenkom, Jermaine Niffer stuurt me een filmpje van mijn oom. Hij zegt, hey, weet je, doe je best, dit en dat, zo en zo. Om te komen, broer? Wat zeg je? Doe je best of doe nee, jij nee, nee, gewoon van, doe je motivatie? Best, weet je, motivatie. Mm. Weet je, ik ga naar binnen en dezelfde nacht was hij overleven. Het was gewoon een afscheid, gewoon. Zo voelde het gewoon, niks zo en niks anders. Dus ik wou niet eens te veel meer met muziek te maken hebben en zo. Weet toch, na alles wat ik had meegemaakt met de media en dat soort shit. Mm-hmm. Ik interesseerde me niet eens om Campy te zijn of whatever. Maar ik dacht, ik wil hem nog een keertje trots maken en ik wil dat iedereen minimaal gewoon een ding met hem heeft. Of je hem dan kent of niet. Je gaat hem gewoon kennen omdat ik hem heb gebracht, gewoon op een muzikale wijze of whatever. Zo, hij gaat nooit niet vergeten worden. Hard, heel hard. Wat kunnen we mensen verwachten van dit album? Het is mijn eerlijkste album ever, man. Het is mijn eerlijkste album. Het is heel puur. Het is oprecht. Ik probeer hoe ik het uitleg aan mensen. Het is eigenlijk het is een dagboek van 2012 tot 2018. Alles wat ik in die tijd heb meegemaakt. Dat ik vast kwam te zitten, al die zaken. Dat ik voortvluchtig was. Hoe ik overleefde toen ik voortvluchtig was. Wat voor levensstijl ik had. Wat er door mij heen ging. Dat zijn allemaal momentopnames. Yo. In mijn leven, dus zo hoor je bij terug op toen. Daar is mijn zusje die ook mijn stylist is. Dat ik daar op de bank sliep met enkelband. Yo. Het zijn allemaal momentopnames van mijn leven. Maar gewoon van dat moment tot dit moment. Alles wat je hoort is autobiografisch. Niks is daar voor de rijm, niks is daar voor de shine.
Niks is daar voor de hit, niks is daar voor de glamour. Alles heb ik gewoon vanuit mijn hart geschreven. En zo eerlijk mogelijk. Goed doen van je broer. Goed doen. Kijk meer voor je zo. De man himself. Dat is wat we soms zitten weer met tante niggas. Have Kevin dit tante niggas hier. Ik zeg het. Backstage, jonkels ook, Jan en zo. Welk project ben je het meest trots op van jezelf? Het zijn er een paar. Oké. Maar doen ze wel dan, rank ze wel van, of kan je dat niet? Tuurlijk. Mixtape 2. Nummer 1? De Zoon. De Zoon is nummer 1. Ja. Mixtape 2, 2? Ja. En dan? Dat die, zijn die twee? Ja. Waar je het meest trots op bent? Ja. En dit laatste album? Hè? Dat overtreft, denk ik wel. Ja? Beide? Ik vind dat dat, kijk, weet je, het overtreft niet. Het is gewoon precies de Zoon in 2019. Zoals Campy zou moeten klinken in 2019. Dat gevoel heb ik. Mm. Ik heb het gevoel dat het verhaal doorgaat, dat het doorloopt. Soort van, yeah. Ook qua muzikaliteit, qua artisticiteit. Je weet toch, soort van, mm-hmm. In die vibe zit het gewoon. Het is over nagedacht, het is mooi, het is muzikaal. Veel emoties en zo. Mm. Hoe is het met je, hoe is het nu met de familie? Hoe is het met je kids? Hoeveel kids heb je nu eigenlijk? Ik heb 4 kids, man. 4 kids? Ja. Want die ene, de eerste, is ook in die docu te zitten. Dus hij is nu inmiddels 10. Hij is nu, ja, 11 bijna, man. 11 bijna, shit. Ja. Nice. In het begin van je carrière en tijdens die docu's heb je echt heel veel laten zien van je moeder. Mm-hmm. Hoe is het met haar? Ze maakt het goed, man. Ja? Ja, ze maakt die band is ook gewoon cool in. Ja, ja, zeker, zeker. Hoe ik het altijd zie, is van zij was er altijd voor jullie. Ik de laatste tijd voel ik meer schaamte in de zin van ik heb mijn leven vaak egoïstisch geleid. Naar mijn kinderen toe, weet je toch? Mm-hmm. Naar mijn moeder toe en zo, weet je toch? Zo, nu hoop ik dat ik alles wat ik nu doe, dat het weet toch, zegeningen gaat brengen dat ik meer tijd aan hun kan spenderen of ook meer op hun kan focussen. Want ik heb mijn kinderen echt heel veel tekort gedaan, man. Met allemaal gevangenisstraffen. Maar ook als ik buiten was. Kijk, het is, als jij zo vaak vast hebt gezeten of zo vaak niet in een huiselijke omgeving hebt gezeten met de vrouw of de kinderen, whatever. Mm-hmm. Jij weet niet eens hoe het moet. Dus wanneer je in die tory stapt, iedere keer als jij buiten komt, is het like a pressure. Like, wow, what the fuck is dit? Dus like, yeah. Hey, toch? Het is niet meer dat bezoekmomentje of dat kleine momentje dat ik jullie ziet. Nee, het is het heel, de real deal. En dan is het heel heftig voor mij. Toen besefte ik 2 jaar geleden of 3 jaar geleden dat ik eigenlijk te jong was überhaupt om kinderen te maken. Je weet toch? Ja, ja, ja. Dat ik niet klaar ervoor was. Ik denk voor mij was je een van de eerste die die soort van Amerikaanse sound goed kon vertalen naar Nederland. 100. Ik denk ook dat ik een van de eerste was die zoveel Engelse woorden gebruikt heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus ik had altijd zo'n mengelmoustache toch? Ja. Ik was een van de eerste met dat. Die zeg maar heel veel Engelse woorden ging gebruiken en erin ging gooien en het toch niet klinken alsof het één taal was, weet je toch? En een soort van opener van nieuwe flows. Op een level waar, weet je toch, waar mensen, zeg maar, dat was nog niet bekend die tijd. Nieuwe no. Flows, nieuwe soort, wat je zegt, nieuwe woorden en stemgebruik. Daarvoor was het. Alle respect naar al die gasten die daarvoor zijn geweest en waren ook gewoon hard. Je weet toch, als we opgezwollen moeten noemen, je weet dat je noemt THC, maar ik moet ook Frans opnoemen. Allemaal gasten die super hard waren, maar dat stukje Amerikaans en je was een black guy, waar meerdere black people mee konden relaten, dacht ik van oké, shit, dit is de eerste die het eigenlijk doet, man. Voor de streets. Ja, ja, ja. Kwam die mixtape uit met Wax. Heb jij Wax uitgekozen of hoe is dat gegaan? Nee, dat was topnotch, Ik kon Wax niet, man. Mm. Maar dat shit was classic as fuck. Dat shit is classic as fuck, he nailed it, je weet toch? Shit was gelekt hoor, shit is niet eens uit. Ja, ja, ja. Hey, kankerdom, jongen, kankerdom. Wat een tijd was dat, zeg. Jezus, man. Ja, maar ik had zelf nog die shit gedownload, man. Gekke. Voordat gek, het uit was. Gek. Ja, man, leuk. Broer, als je praat over viraal gaan, dat was viraal gaan, broer. Wat mensen niet beseffen, kijk, ik kom in een tijd, uit de tijd vroeger. Broer, we moesten gewoon, iedereen had een computer, broer. Laat staan internet, broer. Eet toch 1 op de 10 niggas op de computer zo. Geen met z'n allen daar chillen, de pokus luisteren en shit. Dus als je 1 miljoen views had in die motherfucking tijd, broer, dan weet je hoe laat het is toch? Ja, man.
is geen tijd van nu dat heel Nederland rip luistert zo. Dat was echt breaking the fucking internet, bro. Shit. Hele andere motion. Wat Boef nu doet voor in die tijd gewoon. Weet je, like, rare cijfers. Niemand begreep niks. Ik begreep mezelf niet eens. Like, wat is dit? Ik heb je net geprezen voor het feit van een van de eerste die straatje en die relatable shit had gemaakt voor mij hier in Nederland. Dacht van oké, cool, dat is hard. Maar Hef is ook zo'n persoon voor mij. Wat is jullie relatie geweest? Want ik weet dat het dus, hij zegt, er is altijd een soort van dingetje geweest tussen ons. Hoe heb jij dat ervaren? Nee, ik had geen ding met Hef. Weet je, het is toch zo, precies zo is het gegaan. Ik was in Curaçao. Mm-hmm. Ik was daar voor optreden. En ik was daar voor een klas en ik was aan het praten voor die klas. Ik zeg voor die klas, ja, we zijn goed bezig in Nederland. Ja. We hebben nu Atje, Hef en Crooks en zo. Weet toch? We zijn goed bezig. Kio. En vervolgens kwam ik in Nederland en toen zei hij van, Campy heeft de lat hier gelegd, nu ga ik het daar zetten. Ik was gelijk, what the fuck is dit? Ik was ook jong, ik was gelijk gekrenkt in mijn eer. Like, what the fuck, waarom zeg je dat? Like, je toch? Het maakte voor mij geen sens op dat moment. Mm. En dat begon de eerste wrijving, halen en trekken, heen en weer. Halen en trekken, heen en weer, gewoon in gesprekken bedoel je? Nee, het was een keertje op Instagram of Twitter of zo. Mm. Dat ik was een keer boos op. Ik bedoel, ik ben nu in Rotterdam-Zuid, spring nu in uw bank, dit dat. Weet je, kom niet naar me toe, dit dat. Toen zei hij van, broer, ik wil niet met je praten, ik wil niet met je chillen, ik wil geen pokken met je maken, niks. Je toch? Maar de jeugd reageerde echt blij, van, ik heb een campje gedist. Ik had zoiets van, nigga, I just took it to the streets, you just took it to the fucking Twitter shit. Maar ik was broeia dat moment, weet je? Ja. Zo'n broeia nigger en ik ben blij dat het ook gewoon niet uiteindelijk is. Cool. Nee, het was cool. Cool, maar wie was zo'n groot volwassen man, toch? Die moet echt tijd voor die shit. En het was ook niet nodig, je toch? Achteraf gezien, zo ervaart hij het ook, ik ervaar het ook zo, maar we hadden veel meer kunnen doen voor de game, weet je, omdat we twee... Er is nog tijd, toch? Ja, zeker, maar er is nog sowieso tijd en ik ben nog steeds bereid, hij ook, om samen iets te doen. Maar we hadden heel veel kunnen toevoegen aan de game, laat me zo zeggen. Wie dan? Natuurlijk, man. Je hebt het in het gesprek al een paar keer gehad over de huidige game. Wat vind je wel tof, wat er nu uit is? Ik zeg niet dat ik de game niet tof vind. Ik vind bijvoorbeeld Ronnie Flex ook gewoon koulaard. Ik vind Ems ook keihard, heel muzikaal. Mm-hmm. Ik vind Frenna ook gewoon fucking tof. Ik vind allerlei artiesten gewoon tof, maar ik vind over het algemeen dat er gewoon te veel van hetzelfde wordt uitgebracht, waardoor het minder tof wordt. Mm. Ik zeg niet dat die artiesten op zichzelf niet tof zijn, maar als we iedere keer dezelfde soort muziek blijven maken en blijven naar voren blijven brengen, dan wordt het op een gegeven moment niet meer leuk. Omdat het op een gegeven moment niet meer... Kijk, vroeger had iedereen een eigen stijl of zo. Iedereen kwam gewoon met een eigen ding. Ja. Ongeacht of, weet je, of het commercieel was of whatever. Iedereen kwam gewoon met zijn eigen ding, weet je. Zelfs tot een paar jaar geleden had je bijvoorbeeld Diggy Dex kwam op zijn manier creatief. Kraantje Papi op zijn manier. Op die manier, weet je. Het hoeft niet allemaal hetzelfde te klinken voor mensen om tof te zijn. Snap je? En nu lijkt het alsof alles een beetje hetzelfde klinkt. Hetzelfde soort beats, hetzelfde soort vibes en dezelfde melodietjes en dezelfde featurings. Is er iets wat je wel opzet? Zijn er wel artiesten waarvan je zegt, ja, dat is wel hard, dat voel ik. Dat zet ik wel vaker op dan mezelf. Ik luister heel weinig Nederlandstalige muziek ten eerste, bijna nooit. Mm-hmm. En de meeste artiesten luister ik heel eventjes naar en daarna wordt het vaak commercieel. Dus dan kan ik het niet meer, dan voel ik het niet meer. Oké. Okay. Snap je? En dat is niet verkeerd bedoeld, want ik snap het gewoon. Maar ik heb bijvoorbeeld in de gevangenis heb ik Seven kapot geblazen gewoon. Mm. Toen was hij nog niet echt door aan het brengen, maar heb ik hem kapot geblazen gewoon. CD's van mensen de hele dag lenen van, geef me die 7 CD's, dat is koude hard. Dat was gek. Ik vond Lijpen is nog steeds hard. Ja. Nog steeds. Ja, 100.000%. Hij is op... Weet je? Oké. Ja, zo. En kijk, het album komt dan... Vic 9, uiteraard. Ik vind Vic 9 fucking lyricaal en ik zei altijd al, Vic 9, jij lijkt het soort van... Ook met die vocabulaire, de fucking straatversie van winnen. Ja. Weet je toch hoe hij dingen uitlegt, introductie en weet je toch? De straatversie van winnen, weet je toch? Ik ben mijn kameraad hier nog. Oh, ja toch? We zijn nog even aan het schieten. Op kade. Oh, ja toch, hoe laat is dat? Ik weet niet, man. Hoe laat zijn we op elkaar? Je bent in mijn kameraad nu? Ja. Je kan ook visie, wacht zonder zijn gezicht te hebben. Hij kent op jou, hij had een blur, hè? Hij moet een blur. Ik ben een hip-hop guy, hè? Gewoon from the start. En I love a battle. Waarom is er nooit een reactie geweest op Mini?
Hè? Je bent een hip-hop fan, how you say that? Ja, na zijn shit. How you say that? Zover ik weet, hij komt met geschiedenis. Mm. Jij komt met de freestyle. Ja. Yeah. Hij komt weer met een track. En daarna... Oh zo, oké. Ik vond het niet relevant. Achteraf gezien was het ook niet relevant, want het heeft... I won, toch? Ja? Hoe niet? Ik was nog steeds hier. Al die tijd. Dus je vond het niet relevant om te reageren? Dat is het. Nee man. Plus kijk broer, weet je... Broer, kijk sommige dingen, kijk... Weet je, sommige dingen zijn al passé, plus, weet je toch, het is niet om dingen op te laten borrelen. Nee, het is niet voor nu, hè. Nee, maar het is gewoon van... Het is ook niet om dingen op te laten borrelen. Maar het was een vraag van mij van toen, van, what's up? Kijk, ik ben die man nooit tegengekomen. Mm-hmm. Weet je, Vic is hem tegengekomen, heeft hem gelijk gestreden op dat moment. En vanaf dat moment zei hij van, nee, later, er is niks, kiekiekiekiek. Dus voor mij is er ook geen reden om nog te reageren. Mm. Toen de tijd al, speelde dit al? Nee, dat is wel later. Oké. Okay. Voor mij was sowieso geen reden om te reageren, want ik was te heet. Hmm. Alles wat ik doe is gewoon aandacht op jou geven. Ik wou hem die shine niet geven, joh. Hmm. Klaar. Oké. Okay. Ik wou hem die shine gewoon niet geven. En omdat ik niet heb gegeven, was dat ook waarschijnlijk zijn laatste grote ding wat hij heeft kunnen doen. En forever is die related aan mij. Mix heb 1 heeft veel gedaan. In die tijd, voor de kleine internetcommunity die we hadden. Was je bijvoorbeeld op ML75, was je al een held. Dan komt er veel belangstelling. Ik heb het altijd het gevoel, en dat hoor ik dan Atje best wel vaak zeggen over Rivers, van dat ze best wel vroeg jou hadden bereikt. Heb je ook het gevoel dat hun soort van de brug voor je waren naar... Hun waren snel, man. Rivers was snel. Mm-hmm. Heel snel. En Rivers is ook degene die waarschijnlijk mij deal had geregeld bij Topnus. Van Kees, kijk Campy, man. Je moet die man checken. Ja. Je moet die man checken. Maar Lexus was ook heel snel. Ja? Lexus was fucking snel. Oh echt? Ja, Lexus okay, dat was fucking snel. Shout out naar Lexus. Lexus moet het weer toch? Lexus was heel snel. Mm-hmm. Hij kwam naar Eindje en zo. Hij kwam gelijk represent. Vanaf daar zijn we niet echt mee door een deur kunnen gaan. Ja, want dat was mijn volgende ding. Want ik weet ook dat jij Lexus in het ding had. Ik wist wel dat jullie cool waren ooit. Maar daarna is het dus zeg maar nooit meer... Kijk, weet je wat het is, bro? Ik heb geen probleem met Lexus. Ik denk dat Lexus eerder stiekem ergens in zijn hart een probleem met mij heeft. En verder, I don't mind that shit. Kijk, weet je, vroeger waren we jong. Mijn grootste inspiratie was TSC. Ja. Dus als rapper zijnde, ik zie Lexus en zo, want ik luister ook naar Lexus en zijn neefje en zo. Die Kwan Records, Kwan Music, je weet die tijden toch? Dus ik luister die shit ook, vond ik ook interessant. Maar TSC zijn mijn helden. Dus toen ik de kans kreeg om met die mannen te werken, ging ik met ze werken. Hij had een beef met die mannen. Maar Lexus in die tijd werkte ook met Nino. Niks ging mij zeggen. Ik ging niks daarover zeggen. Niks. Mm. Dus wie ben jij om mij te vertellen wat ik wel of niet mag doen? Of wat ik wel of niet kan doen? Dat lag gevoelig gewoon. Snap je? En vervolgens, we kregen een woordwisseling dit en dat. Ik bel die man, ik zeg geen broer, ik ben nu in bel, maar wat gaan we doen? Keer. Ik zeg ja, kom daar en daar en daar en daar. Ik was met die mannen van Green Gang, ik zeg die mannen, luister, blijf je een beetje die kant, ik wil niet dat die mensen denken dat ik, weet toch? Ja, ja, ja. En dan meet ik die mannen, keer, hun leven gewoon een beetje op afstand, je weet toch? Nu, Sugar King komt daar ook. Sugar King komt zo. I know, Lexus, ik dacht we gingen matten, keer. Dus daar wist ik al van, I know, je bent op niks. Je weet toch, tweede keer dat ik al voor moet merken van, je bent op niks. Snap je? Mm-hmm. Want ik kom je gewoon praten van, hey, wat is er aan de hand, Kiki? Je bent een beer van een vent en dan moet je een sugarcane meenemen. Dat zegt al voor mij genoeg. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Daar vond ik jou raar. Oké, okay, cool, de shit is gepasseerd. We praten daar. Nee, Campy, niks aan de hand, laat die Sunny. Maar iedere kans dat je krijgt, wil je een fatu met me maken op Twitter, op Insta. Je vrouw Campy noemen. Ja, ik weet niet wat je bezielt dan. Dat is jouw ding met jouw ding. Ik denk dat er een goed gesprek moet komen. Broer, ik DM die man gewoon regelmatig. Die man DM me regelmatig. Ik heb helemaal geen haat naar die man, niks van die dingetje. Mm-hmm. Het is meer van, als dit allemaal heeft plaatsgevonden en wij zijn nu op een leeftijd van 32, broer, dan moet je al mijn naam niet meer in je mond zijn. Dat maakt geen sens. Als je echt opgegroeid bent. Als je echt verder bent gegaan met wat er is gebeurd of whatever. Maakt geen sens. Mm-hmm. Dat is Campy Claire. Wat is dat? Yes. Ik vind het een goede fatu, man. Ik zeg eerlijk. Broer, ik vind het een fatu, maar je moet begrijpen. Dus, je kan niet je vrouw beledigen door je vrouw een man te noemen. Dat maakt al geen sens. Ik ben ook niet de mooiste man van de wereld. Dus waarom moet je je vrouw zo? Het maakt geen sens. Er is een goed gesprek nodig, denk ik. Dat is denk ik wat er nodig is. Ik heb geen gesprek nodig. Die man moet gewoon dingen laten voor wat het is, broer. Ik weet toch, het maakt geen sens.
Zo verzekerd. Je weet toch? Laatst had ik hem ook nog gekeken. Weet je het eerst? Ik had hem nog een plaatje gestuurd. Kijk hier, want ik ben geen hater of zo. Ik ben gewoon cool met die nigger. Ik heb geen... Wat is die man? Hier, deze man, toch? Even kijken. Je begrijpt, hè? Ja, dat wild, man. Kijk hier. Kijk, hij stuurt me nog. Kijk, en ik ben een real nigga, ik post het niet. Ja. Ik had hem gepost, ik had het gelijk erop. DM, ik zeg, ik lach erom, kijk, zo ben ik. Ja. Ik hou het gewoon onderling. Ik gooi het in je DM, ik gooi het niet openlijk. Ik had het 1 seconde op Insta, dacht ik, nee, dat is niet lauw, want het is zijn vrouw. Ja. Zo denk ik over dingen. Ja. Ik denk, nee, Kimpie, ze hebben niks mee te maken, je moet het niet posten, ik heb het eraf gehaald, ik heb het naar hem gestuurd. Maar hij hoort ook zo te denken, is je vrouw. Je moet geen fatu breken op je vrouw. Niet eens voor de kick. Gewoon, waarom? Als jij vindt, alles wat je mij hebt genoemd, dat ik kaka ben of dit of dat, dan ga je je vrouw zo noemen. Is je vrouw, daar heb je kinderen mee. Je moet haar op respect behandelen, toch? Je kan niet zeggen dat het is een campie. Want campie was een lelijke nigger met tv uit de bek, kiest op zijn gezicht en zo. Waarom doe je dat? Dat is niet relevant. Toch? Ik hoor wat je zegt, man. Maar ik denk nogmaals, hij kijkt er anders naar. Want ik weet dat hij haar campie Claire noemde. Een soort van, als ze 's ochtends opstaat, is ze niet de vrouw die je nu voor je ziet. Dan is ze best wel, de lijkt ze gewoon op campie. Dus daarom noem ik haar campie Claire. Dat was die fatu, dus je weet toch. Deze volgens mij, als ik het goed heb, maar ja, Lexus gaat, je weet dat Lexus hierop gaat reageren, dus. Hij mag, man. Hij mag. In die periode kwam dus ook die docu uit. En in die docu, weet je, leek het dus van dat je nog op zoek was naar jezelf, dat voorop, maar ook van, ik moet die switch maken van straat naar serieus muzikant. Het ziet er altijd heel moeilijk. Als ik terugkijk, ik heb vanochtend toevallig teruggekeken van, shit. Dat was wel een gekke tijd. Het was classic, omdat het van was ongekend voor Nederland. Maar hoe heb jij dat ervaren? Want voor ons, als buitenstaander, leek het gewoon van, is het gewoon entertainend. Maar ook gewoon relatable op bepaalde vlakken. Maar voor ons is het entertainend. Oh, broer, hoe was het voor jou? Je moet beseffen, broer. Deze lifestyle wat ik leef is een hel voor iedereen. Maakt niet uit wie de fuck je bent. Alleen bij mij is er een vergrootglas op. Dat is nog erger. Snap je? Ja, ik snap het. Dus als jij niet jouw weg kan vinden in het leven, of niet weet hoe je in het leven moet manoeuvreren, geen guidance hebt gehad of whatever, je keep fucking it up en fucking it up, en er is nog een camera of een vergrootglas erop, broer, dat is kankerzwaar, man. Dat is heftig, man. Niemand begrijpt dat, broer. En iedereen heeft nog eens een mening en dan weet ik what the fuck. In iedere mensen en familie heb je een probleemkind of iemand die in de gevangenis inkomt of situatie, maar hun ding is achter de schermen, je understand? Dus die ding is altijd achter de deur of whatever, kio. Maar als ik vastkom, zit ik kom op dezelfde delict als al die andere motherfuckers daar te zitten, waar jullie niks over zeggen, man. Met Campy het meemaakt, jij bent shitting over me all the fucking time, 10 jaar lang als het moet. Snap je? Dus dat is het meest heftigste wat er is. Want als jij gewoon een normale persoon bent, ik maak niet uit wie ik ben, en ik ga naar de jillen, ik kom terug, je gaat me niet raar aankijken, bro. Snap je? Want jij weet niet dat ik in jail heb gezeten als ik me dit niet tegen jou verteld, bij wijze van. Snap je? Bij mij, broer, staat het op mijn voorhoofd, toch? Met alles wat ik heb meegemaakt en zo. Ik kom er niet vanaf. Dus, is het vervelend? Ik vind het... Kijk, het is vervelend, broer. Want je hebt mij vaak gezien in die interviews gezegd dat ik iets wil proberen. Dat ik het wel wil doen of whatever. Ja. En ik zeg laatst tegen Jurgen Rijman, hoeveel moet je proberen als die mensen jou geen shows geven? Hoeveel moet je proberen als dezelfde mensen jou geen openingen meer geven? Want ja, nee, Campy, je hebt dit gedaan of je hebt dat gedaan. Ja, wat moet je doen? Op een gegeven moment, broer, als de tijd blijft tikken en de huren betaald moeten worden of dingen moeten gebeuren, gaat gewoon, broer, niemand... Het gaat door. Ja, het gaat door. Het gaat keihard door. En niemand gaat zeggen, Campy, laat me hier iets gooien, keer. Maar iedereen heeft een mening. Nigga, fuck je mening, bro. Fuck je mening. Want jij weet niet hoe het is om Campy te zijn überhaupt. Jij kan me niet van mij praten. Ik kan je van, Winters hier de getuige hoe vaak we 100 dingen bijvoorbeeld aanvragen of iets. Ja, sorry, Campy, gaat niet door. Ja, Campy, ja, nee, willen we niet. Ze willen niet, want dat hoor ik meer dan dat ik een positieve nieuws hoor. En dat maakt niet uit wat ik doe. Of ik nou kinderen ga helpen, ga sporten, of islam, of niks, whatever. Al zou ik op Indonesië gaan zitten en daar de hele dag voor me uitstaren, hebben mensen nog steeds iets te bullshit over mij. Understand? Zo is moeilijk. Is moeilijk. Ik weet niet, ik krijg altijd van die, ik vind dat ik halve supporters heb vaak, weet je. Halve support? Ja, man. Weet toch? Niggas be jumping out the gym en shit. Weet toch van die... Ze zijn niet tot het einde met je? Nee, ten eerste zijn ze sowieso niet tot het einde met mij. Ze zijn niet tot het einde met mij, ze zijn ook niet supportive. Je weet toch? Ik heb geen echte supportive fans. Ik heb wel fans die gewoon jarenlang naar mijn muziek luisteren, maar niet supportive zijn. Denk je? Dat weet ik 100%. Weet je waarom ik denk van niet? Nou?
Omdat ik vorig jaar dus in de Paradiso was. Mm-hmm. Toen heb ik die show gecheckt en dat was uitverkocht, toch? Mm-hmm. Dat is volgens mij best wel veel support. En vooral voor in een stad waar je zelf zegt van... Nee, Rotterdam dat, heeft me altijd liefde gegeven. Nee, maar dat is niet wat ik bedoel. Oké, leg me uit. Dat is niet wat ik bedoel. Kijk, als jij... Een artiest... Als je alles wat je tegen mij zegt, als je al die comments die je tegen mij plaatst, ja Campy, je bent een legend, ik hou van jou, of je doet dit, of ik inspireer jou, keer. Dan waarom zie ik het nooit terug? Dus wanneer ik, het is een heel simpele vraag. Ik post iets, vraag je repost, ik zie niemand het reposten. Hé, hey, bij 500 comments dit, dat, dan ga ik dit. Heb je niet gelezen wat die caption zei? Dus jullie gaan met zaal lopen liken, maar jullie zijn te lui om een comment te plaatsen, maar je bent mijn fan. So how you gonna make me look als ik tegen jou zeg ik heb 130.000 followers en ik ga geen 500 comments en die motherfuckers kan ineens tot 200 komen. How you gonna make me look? En je kunt tell me you gonna love me? Dat maakt geen sens voor mij. Want als je echt een fan bent, dan ga je jouw dingen gewoon supporten. Klaar. Zoals als Ronnie een scheet laat, ga je het ook gewoon supporten bij wijze van. Snap je? Support that shit. Als je echt zo van me houdt en mij support, ik vraag niet om je like. Als ik like zou zeggen, dan like die shit. Als ik zeg comment, dan comment die shit. Want dat is hoe je support. You make me bigger if you listen to me. Jij vraagt mij iets, ik ken je maakt zulke muziek, ik put mijn hart, mijn ziel, ik geef geen hits, ik ga de studio in, ik zet mijn hart, mijn ziel, met alle consequenties van die dat ik geen shows kan krijgen, whatever, ik doe het voor jou. Wat krijg ik van jou terug? Als ik iets vraag, iets simpel, jij kan niet, nigga, hou op met die shit, man. Ik ga je iets vertellen, want ik denk, ik ga twee dingen zeggen tegen je. Eerst wat ik tegen je ga zeggen is, ik heb ooit een interview gezien van Snoop, en dat hij een gesprek had met Drake. En dat Drake tegen hem zei van, hé, ik voel de waardering niet, de haat lijkt wel groter dan... dan ever. Hij zegt, ik wil die liefde die Tupac kreeg. En dat Snoop tegen hem zei van, denk je dat Tupac zich zo voelde? Denk je dat Tupac zich niet zo voelde als hoe jij je nu voelt? Hij voelde de waardering eigenlijk ook niet. Wat ik probeer te zeggen is eigenlijk dat je de midden in ziet en dat je het niet terugkrijgt wanneer jij het misschien vraagt. Nee, maar ik voel totaal geen waardering. Ga ik je uitleggen waarom. Ik heb jullie veel classics geschreven. Mm-hmm. Veel mixtapes gegeven. De meeste muziek gegeven dan wie dan over al die rappers die nog steeds hier staan. Ik heb veel tapes uitgebracht, heel veel. Yo. Cool. Nu, ik kom naar buiten. Ik drop de mixtape 4, Instant Classic. Streams liggen er niet om. Wat praten we hier over? Goed ontvangen, streams zijn gelijk massaal. He. Toch? Love is dead. Broer, na twee maanden ga je mensen zeggen, ja Campy, je hebt het niet meer. Campy, je bent op. Dat is wat je vaak dat in mijn comments moet lezen als ik twee maanden niet release. Dat zijn mijn fans, broer. Dat zijn mijn luisteraars, broer. Ja, ik denk... Hoe ik, ga je... Ik hoor je, maar... Nee, er zijn genoeg mensen die dat niet zeggen, toch? Er zijn genoeg mensen die dat niet zeggen, maar als ik het moet tellen... Als ik het moet calculeren... Dat voelt het als... Nee, niet. Want ik weet precies waar ik over praat. Dat is bijvoorbeeld, als ik... Ik weet wanneer mensen me liefde geven voor mijn training. Ik weet wanneer mensen... Weet je toch? Mensen doen altijd alsof Campy het niet meer heeft. Naar een rechtszaak, of naast die even stil is, of dat. Vergevende wat ik heb gegeven aan deze gamma. De contributie. Je weet toch, wat ik heb toegevoegd aan deze gamma. Het was niet dat ik heb gekeken en... Nee, ik was al daar. Mentaal was ik al een artiest, voordat jullie artiesten waren. Wie had Bloed Serieus verzonnen? Ik had het verzonnen. Wie zei dat ze rode bandanas moest dragen? Ik zei dat. Wie zei dat ze dat ik tegen... We zijn geen rappers, we zijn straatiemannetjes. Waarom? Zo komen we verder. Ik had heel die fucking idee. Ik had al hun teksten geschreven. Dat betekent dat ik was een visionary al lang. Dit is wat ik doe. Dus als je tegen mij komt zeggen, like, Campy, heb het niet meer. Nee, wat de fuck heb je het over, man? Ik kan heel veel dingen niet, maar niet tegen mij komen zeggen dat ik niet kan rappen. Zeker niet. Mij wil je dat niet zeggen. En dat is wat mijn fans vaak met me doen. Ja, Campy, heb het niet meer. Wat? Omdat ik nou een paar maanden niks heb geleased of ik kan nou niks releasen of... Niet elke volger is een fan, hè? Absoluut niet. Neem dat mee. Niet elke volger 100.000. Is een fan. 100.000, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar hey, toch, de support moet real zijn. Dat is wat ik zeg. En de support is altijd matig. En als ik weer iets geniaals doe, ga je me zeggen, ja, Campy, ben legend. Als je tegen me zegt dat je clash dropt, de streams liegen niet erom. Mensen geven me altijd crash achteraf. Dus ik drop nu de mixtape 2, dit, dat, volgend jaar ga je zeggen, ja, is classic. Maar je wou me niet de hele kankerjaar doorboeken op die mixtape 2. What the fuck heb ik aan die classic titel, G? Iedere keer doe je weer hetzelfde liedje. Ik geef je een fucking classic, je luistert naar die shit, volgend jaar ga je zeggen, ja, deze album is dead shit. Maar het hele jaar heb ik niet kunnen optreden. Waarom niet? Waarom niet? Ja, dat vraag ik me ook af, omdat ik bepaalde dingen heb meegemaakt in mijn leven, waardoor mensen de deuren willen dichtsluiten iedere keer. Heb je het gevoel dat je geboycott wordt? Ik word al jarenlang geboycott, bro. Dat is niks nieuws. Dat is geen grap, dat is geen spelletje. Als je nu terugkijkt op je gehele carrière, dus wanneer het gewoon serieus werd. Wat zijn er dingen, en het mag meer zijn, hè. Maar wat zijn dingen die je zegt van shit, dat had ik anders moeten doen of dat had ik anders moeten invullen?
ik had niet altijd mijn straatmentaliteit mee moeten nemen in alles wat ik doe. Ik had niet... Ik had een woedebeheersingsprobleem, toch? Dus uiteindelijk tot de dag van vandaag. Daarom ga ik ook vaak gewoon sporten en zo. Ik denk dat ik daar jonger aan moest werken. Omdat het heel veel problemen voor mij heeft gebracht. Ja, welke? In welke zin? Gewoon agressie, toch? Ja, maar welke manier, zin heeft het? Welke, zeg maar, voor je carrière, zeg maar... De manier hoe ik op mensen reageer, toch? Dus ook als iets me niet beviel bij optredens of whatever. Je weet toch? Mm-hmm. Is geen goede mentaliteit. Maar ik had de mentaliteit van de straat, de mentaliteit van overleven, je weet toch? Dus het was moeilijk voor mij om dat ook in een keer om te switchen. Mm-hmm. Weet je, want als jij van de straat komt, alles wat niet agressief is of defensief, is een teken van zwakte. Mm-hmm. Toch? Ja. Als je het vergelijkt met je eigen situatie, is dat ook meten? Dus dat jij geen... Of dat je vader niet voor jou was? Yo, dat vind ik het ergste van alles, man. Dat ik zoveel op hem lijk. Dat is de craziest shit, je weet toch? Ik lijk zoveel op hem, dat haat ik de laatste tijd zo erg. En dat is iets wat ik van mezelf wil verbeteren. Want alles wat ik aan mijn vader haat is, heb ik gewoon zelf ook in praktijk gebracht. Dat is crazy. Dat is een slechte karma, je weet toch? Dat is een hele slechte karma. En ik heb heel veel woede en haat op die persoon gehad. Nog steeds soms, op de dag van vandaag, kan ik niet weten, toch? Als je wake up en denk, ah, ik moet mijn vader keren. Maar dat is hetzelfde wat ik nu op mijn kinderen overlaat, weet je? Door niet daar te zijn, door... Weet je, ik ben altijd bezig met iets. Als ik buiten ben, ben ik mijn carrière weer op aan het pikken van dan heb ik het daar druk mee. Als ik daar niet ben, zit ik in de gevangenis. Als het dat niet is, dan loopt mijn carrière niet. Of, weet je, dat is altijd wel iets waar hun onder lijden. Heb je het gevoel dat je geen rust hebt? Ik weet niet of mensen het begrijpen, maar ik heb nooit geen rust gehad, man. Ik hoop dat ik nu met sport en zo begin ik een beetje rust te krijgen en zo. En met het geloof? Geloof sowieso. Met het geloof sowieso. Het geeft je echt rust. Weet je, ook al omdat je... Je moet de woede doen, je moet je gaan wassen, dat kost allemaal tijd. Dus al die tijd ben je al bezig met het voorhandelen, alles is sanisch, weet je toch? Wat is de grootste misconceptie die bestaat volgens jou, die jij nu zou willen rechtzetten? Waardoor jij denkt dat het niet lukt? Mensen gunnen niet, broer. Mensen gunnen niet. Mensen gunnen al vanaf dag 1 niet. Waarom, broer? Je hebt gezien wie ik ben, waar ik vandaan kom. Kijk die fucking documentaire. Als je naar mijn documentaire kijkt... En je kijkt dan als blanke persoon naar wie zou die persoon willen gunnen? Als je kijkt naar wat er op mijn resume staat, waarom zou je mij nog willen gunnen? Het is niet menselijk, het is niet in hun hart om mij te vergeven. Mensen doen soms alsof ik hun zoon ben, zo erg het was, alsof ik een brada ben. Ik sla nu iemand op zijn bek, ik ga naar Jari, iemand zegt, ik haat Campy, hij doet rare dingen. Hoe kan je mijn haat aan niet vernooien? Ik ben niet je brada, ik ben niks van jou. Maar je maakt een haatcampagne op alles wat ik doe. Like, hoe kan het jou zo dwars zitten? Maar dan denk je, fuck wat de nigger links van mij doet, of wat de nigger rechts van mij doet. Zijn fucking probleem. Mij, ja, niggas be on me, like, ik ben jullie kind of zo. De hele dag willen jullie me bepalen wat ik moet doen, hoe ik moet doen. Jullie hebben me als... Heren, ik ben nog bestemd, net als een jeugdzorg. Je weet toch? Je bent een probleemkind, ADHD, stempel, hij komt niet meer vanaf. Bro, voordat ik überhaupt iets had gedaan, ging je me al gangster rapper noemen, man. Ging je me al zeggen, criminele rapper, dit, dat, kie. Die stempel is nooit weg geweest. Dus als ik het doe of niet doe, die heb je al op mijn nek gezet. Ik kon er niet vanaf. Dat is net als het universum. Als ik te veel shit troep praat op mijn nek, het komt, bro. What you get, what you say is what you get. En daar is waar ik ben gekomen. Ik ben gekomen in een... Ik was al kapot. Mijn pijn was al zwaar. Opgroeien zonder vader, internaten, kie. Ik was een fucking misguided kid. En niemand kon even naar die kind kijken en zeggen, hey bro. Nee, ik was een amusement. Oh, free campy is dope. Oh, zoveel stress. Ik hou van die pokken. Niemand wist dat ik mijn hart aan het luchten was op die kankerpokken. Dat zijn allemaal van die fucking... Nee, zien me als amusement. They want to play with me anytime of the day. Hoe zou je dit willen zien? Jongen, be honest, man. Gewoon be honest. Je weet toch? Als ik in de Want ik zeg je eerlijk. Ik hoor je. En ik snap je ook. Ik snap ook wat je zegt. Maar het is wel iets... Los van de dingen die je hebt gedaan. Echt helemaal los daarvan. Je bent wel in de kijk. Mensen zien je wel. Dus... Dan word je wel, zeg maar, geadopteerd door het oog. En door het oor. Van, hé, mensen zien je. Mensen horen je. En gaan daar een mening over vormen. Want je hebt het zelf gezegd. Als je tegen mij zegt van... Je bent viraal gegaan in die tijd. En het is echt zo. Dan gaan er meningen zijn. En gaan er mensen zijn die shit zeggen zonder dat ze je kennen. Het hoort er een beetje bij. Je hebt het wel een soort van geadopteerd. Dat is meer wat ik je mee te geven. Je moet begrijpen, broer. Jij kan geen Antilliaanse jongen met probleemgedrag adopteren, vriend. Ik ben niet van die shit. Heb je niet gezien hoe ik ben vanaf dag 1, broer? Ik ga je zeggen wat ik denk. Anytime of the fucking day. Ik ga gesprekken krijgen met Ali, gaat hij me zeggen, ja, Campy, misschien moet je anders praten in interviews. Maar ik ben niet die nigger.
om over me heen te laten lopen of mijn shit. Dat heeft mijn moeder mij geleerd vanaf dag 1. Zo, wie ben jij om mij dat niks af te komen leren? Dan denk ik, nou, what the fuck, man, ik moet mijzelf zijn. Anytime of the day. Ik doe niet mee aan propaganda, ik doe niet mee aan mijn eigen mooi maken voor niks en niemand. Dat is dat niks hoe het is. Mm-hmm. Je toch? Want aan het einde van de rit, wanneer ik iets doe, dan ga je heel hard lucht op die koude insta, dit en dat. Tell me how you think that is. Toch? Ja. Yeah. Dus ja, hoe moet ik jou niet vertellen hoe ik denk dat het is? Ja, don't drop, man. I'm just gonna be real anytime of the day. Soms kunnen mensen dat waarderen, soms kunnen mensen dat niet waarderen. Want dit is een type land dat je ja moet knikken, amen moet zeggen en weet ik veel wat de fuck allemaal. Maar ik ben niet die nigger, sorry, ik kan het niet doen. En dat weet topnoos, dat weet Winta. Voilà, je kan iedereen vragen. Als je iets gaat zeggen of iets moet doen wat me niet bevalt, ik stuur je naar je moeder. Klaar, punt uit. Want dat is hoe ik ben. Sorry, niet verkeerd bedoeld, dat is hoe ik ben. Gelijk van, dat gaan we niet doen. Nee, niet zo. Wat zou je anders willen zien in je carrière? Los van de shows, hè? Want ik hoorde je net zeggen ja. Ik hou niet van shows. Maar het gaat mij om het idee. Het gaat mij om het idee. Je kan niet tegen mij zeggen ik ben de greatest, maar je wil me niet op de greatest plekken hebben. Je kan niet tegen mij zeggen ik ben de greatest. Ik kon nooit begrijpen dat ik een hele album maak met Dennis Letnom en Soundgate, wat helemaal gemaakt is van instrumenten. Maar ik mocht nooit op een paaspop staan, op een festival staan, op geen ene shit staan. Niks staan er op beats staan te springen en shit. Ik begreep er niks van. Ik dacht, what the fuck, hoe moet ik dan die muziek gaan maken om daar wel te kunnen staan? We hebben toch die streams behaald? We hebben toch de recensies zijn toch goed? Waarom sta ik er niet? Fisco staat er wel, die staat er wel, waarom sta ik er niet? Maar wat is het meest recente ding waarvan jij zegt van shit, daar had ik wel echt moeten staan of ik had het gevoel dat ik daar had moeten staan en het is niet gebeurd? Op heel veel plekken, man. Ik heb sommige idioten komen net kijken staan op Lowlands. Even serieus, wat is er dan? Ja. Ja, sorry man. Dat is echt fucked up. Ik zei iedere keer, ik wil naar Noordslag. Waarom? Ik wil mijn akoestische set daar doen. Het is een nacht, Strati Blues, kier, kier, kier. Dat willen mensen van me horen. Vinden ze mooi. Waarom geef je me die moment niet om dat te doen? Ik hou niet van optreden, maar ik weet als ik dat doe, dan neel ik het. Maar je wil me die moment niet gunnen. Hé, hey, luister dan. En vanaf luister daar, dan. Vanaf daar, je weet vanaf wat vanaf vandaag gebeurt als je bij Noordslag staat. En je hebt een 8 of je hebt een 9 of je hebt goede cijfers. Dat is wanneer die boekingen komen. Maar jij gunt mij niet. 12 jaar lang, broer. Hoe ga je tegen mij zeggen, wat moet ik doen? De grote companies zijn de mensen die mij niet gunnen. Dus, ja, ik kan wel dat maar je hebt nooit antwoord gekregen? Dat vooral, je hebt nooit gezegd, dit is de reden de waarom antwoorden zijn gewoon doen. Precies hetzelfde. We willen Campy niet doen, want Campy heeft of dit dat gedaan. Nee, klaar. Ik vind het jammer dat het niet ingezien is, dat ik dat kan. Ik bedoel, what the fuck, heb ik toch bewezen? Iedere keer als iemand langs mij staat met de gitaar en ik trek mijn bek open, krijg ik alleen maar goede reacties. Om in love. Hé, dit willen we horen. Maar niemand kon zeggen, ja, Kemp, laten we het even tot je op een podium zetten dan. Dat ziet er goed uit. Even zelfreflectie, hè. Wat is jouw eigen steentje aan die reacties? Mijn eigen steentje is dat gewoon... Kijk, wanneer ik... Als ik dingen doe, wat ik doe, criminele dingen, doe ik het om te overleven. Mm-hmm. Dat is niet voor de fatu, is niet voor de hype. Niemand wil vastzitten voor die dingen waar ik vast voor zit. Ik zit daar omdat ik moest overleven, omdat ik iets heb gedaan, omdat ik radeloos was. Er was geen money, er was geen optie. Mm-hmm. Je weet toch? Mijn fout daarin is dat ik het heb gedaan, maar ik wist niet beter. Ik kon niet anders. Ik heb geen diploma, ik ben geen timmerman, ik heb geen werkervaring, ik heb niks van die dingen. Ik heb nooit gewerkt in mijn leven. Dus jullie zijn andere type personen. Jij bent waarschijnlijk naar school gegaan of je doet dit nu al zo lang. Dus jij weet van als ik dit niet ga doen, dan ga ik wel dat doen of dan ga ik hier... Ik heb dat niet. Ik kon alleen maar terugvallen op criminaliteit, want dat is wat ik weet. Snap je? En het is misschien niet goed, maar dat is wat ik weet. Dus, en dat is mijn fout geweest. Ik had misschien een ander leven moeten leiden. Maar ja, hoe moet ik een ander leven leiden? Ik had niet eens een guidance, broer. Ik was al van jong in internaten en gevangenissen. Ik luisterde... Ja. Tupac was mijn vader. Dat was mijn vader. Ik luisterde naar rapmuziek. Dat had eigenlijk mijn inspiratie vandaan. Want hun begrepen mij en shit. Als je nu naar je hele carrière kijkt, vanaf het moment dat het dus serieus werd, wat is... Wat zijn je bijdragen? Wat denk je van, oké, nu ik stop met deze shit, gaan mensen zeggen van, Kempi heeft dat gebracht, Kempi heeft dat gedaan. Of Kempi heeft dat betekend voor de game. Ik denk dat ik heel veel mensen heb geïnspireerd, heel veel artiesten heb geïnspireerd. Ik denk dat ik bewust of onbewust een game changer ben geweest in de zin van dat ik een van de eerste ben die ging zingen. Weet je? Je weet zelf, het was not done. Ja. Het was niet mannelijk, het was niet tof, het was niet gangster, niks van die dingen. Alleen 50 kon er op dat moment nog een beetje mee wegkomen en zo, maar het was niet echt normaal of gebruikelijk om het te doen. Ja, klopt. En in Nederland al helemaal niet. Ja. Dus ik was de eerste die dat deed en gelijk een mixtape helemaal vol. Dus ik zette de stempel gelijk met die singie shit en het stopte nooit. De refrains waren altijd singie, toch? Ja. Je bent druk op,
Dus ik was die bijdrage heb je zeker, die mag je ook wel in je zak steken, zeker weten. Wie kwam als eerste met al die love tunes en sta in je crib, dit en dat, keer keer over de teammates en dat soort shit. Terwijl ik van de straat kwam en zo, die dingen waren ook ongekend om te doen. Mm-hmm. Je weet toch? Ik heb mensen zodanig geïnspireerd om zo van als mannelijke guy gewoon proberen noten te halen en shit. Je weet toch? Ja, maar dat heeft wel een game gecreëerd waardoor broederliefdes kunnen ontstaan. En dat wil niet zeggen dat ik hun heb geïnspireerd in de zin van, ik heb naar Kempe gekeken, ik ga het ook. Nee, ik heb wel die fucking vibe in de game gebracht, waardoor het normaal werd voor mensen om dat ook te doen. Mm. En alles wat daarvoor, daartussen gebeurde, ging dat ook doen. Snap je wat ik bedoel? Ik hoor je. Is dat het enige? Nu kan je bijna niet eens voorstellen. Nu kan je eens voorstellen dat Seven bijvoorbeeld bijna geen refreintje meer zingt. Of je Silver geen refreintje meer zingt. Of dat de rapper geen refreintje zingt. Of een sneller geen refreintje zingt. Mm-hmm. Think about it. Heb je nog iets waarvan je zegt van shit, dat is... Ik denk dat ik een van de eerste ben die de straattaal zo hoog heb gebracht in Nederland. In de zin van, mijn vocabulaire waren altijd zoveel talen. En dat was way back, je weet toch? In D-Man en zo, al die gasten die rapten niet zo. Alleen misschien nog THC hadden nog een paar straattaalwoorden, je weet toch? Ja. Maar over het algemeen was dat bijna niet, gebeurde het bijna niet. En bij Campy had je zoiets van, ik liet jouw lyrics ontcijferen. Want ik kwam soms Papiaments, ik kwam soms Surinaams, ik kwam soms Marokkaans. Als jij een Nederlander bent of wanneer het wat, je gaat iemand moeten vragen, wat zegt hij hier? En dan kon je leren van wat er gezegd werd, je weet dan? Antilliaanse takkies, Surinaamse takkies, Marokkaanse takkies, whatever. Ik denk dat ik de eerste was met dat soort shit. Eén van de eerste. Om het, al die talen te mengen en één taal te maken. Engels, Nederlands, Surinaams, Antilliaans. Alles door elkaar. Omdat dat door mijn multiculturele omgeving was. Dat is wat ik altijd naar voren brengen. Ik wil altijd naar voren brengen van mijn buurjongen is Marokkaan. Mijn broertje is half Marokkaan. Ik heb broertjes en zusjes die half Surinamers zijn. Ik ben zelf Antilliaan. Ik ben opgegroeid met alle culturen. Opgegroeid in een Turkse omgeving. Dus alle culturen heb ik meegekregen. Dat wil ik altijd in mijn pocus naar voren brengen. Ik was niet een Antilliaan. Antilliaan in het Eindhoven vonden mij altijd dat ik te veel als Surinamers deed. Surinamers vonden dat ik te veel als dit deed. Die vonden dat, want ik was multiculti. Daarom ben ik altijd hier in Rotterdam. Dit is multiculti. Dit is wat ik van hou. Ik red voor al dit soort mensen. Je weet toch? Kleurlingen, wit, bruin. Ik wil alles zien. Dat is mijn type shit. Ik ben voor Showbangers. Dit is Campy, the legend. Dit was In The Cut. Live vanuit Rotterdam, Westkruiskade. Rest in peace, Vice.